En weet je wat zo aardig is? Dat als die schelen zo praat, ja, dat raakt mij. Iemand die zo vlak voor het eind van zijn leven zo sentimenteel... Maar dat komt omdat ik natuurlijk zelf ook sentimenteel ben. Ik ben nu 63 en ik merk aan mezelf, ik heb steeds minder harde kanten. Dat vindt mijn vrouw trouwens ook, maar dat vind ik niet zo'n leuk grapje. Maar ik heb dus, ik kijk anders naar het leven. Laat ik het goed uitleggen. 40 jaar geleden speelde ik al in deze schouwburg, maar dan hierachter in het Kruithuis, in het kleine theatertje. En dan speelde ik voor hooguit 10, 12 mensen. En dan stond ik daar te praten. Zo. En dan kwam ik het toneel af en dan dacht ik zo. En dan had ik echt het gevoel, ik doe er toe. En ik ben er dus nu inmiddels achter, ik doe er niet toe. En dan moet u zeggen, oh. Godverdomme. Ik zeg het nog een keer opnieuw. En nu heb ik het gevoel, ik doe er niet toe. Ja, nou, precies. Nou, een beetje theater van maken. Nee, ik zal het nog echt zeggen. Het zit er geen reet meer. Ik doe er niet toe, maar dat lucht eerlijk gezegd eerder op. Ik doe er gewoon niet toe. Dat eigenlijk, ik sta helemaal vrij. Ik ben ziek geweest en zo. Ik doe er niet toe. Nou ben ik heel bang dat als u straks het theater verlaat, dat u tegen elkaar zegt, hij is wel een beetje veranderd. Ik denk ook dat hij op yoga zit. Daar ben ik dan helemaal. Nou, daar wil ik dan even heel duidelijk over zijn. Ik zit niet op yoga. En dan ben ik wel een van de weinigen in mijn vriendenkring. Want in mijn vriendenkring gaat bijna iedereen één keer per week naar een sneu nieuwbouwzaaltje om op een droefmatje een manke kraamvogel na te doen. En dat ziet er echt heel treurig uit. Mensen van mijn leeftijd die in een sneu nieuwbouwzaaltje op een droefmatje een manke kraamvogel na doen. En die dan later zeggen dat dat heel erg ontspant. Om in een sneu nieuwbouwzaaltje op een droefmatje. Een manke kraam voor. Ach, flik het toch op met z'n allen, man. Gewoon al die types van mijn leeftijd die daar dan. Maar goed, het is toch allemaal terug. Hallo. Zit ze allemaal op zo'n matje te luisteren naar een knotje. Donder toch op, man. Want die leraren die hebben allemaal zo'n knotje. Die is heel strak en daarop zo ontspan. Denk nou, zo is dat knotje een beetje losser doen, hè? Is bij ons thuis wel grappig, want ik heb het daar vaak over, dat yoga. Ik vind het inderdaad zo'n aanstellerij, man, en zo'n debiel gedoe. En dan zitten we thuis met me te praten. Zit die vriendin van mijn vrouw er ook weer bij. Weet je, oh, die heeft zo'n hekel aan mij. Ja, Joep, jij altijd met je vooroordelen? Ik zeg, nou, ik woon er leuk van. En Zeg ze ja. Maar die yoga, ja, daar kan je helemaal niet over oordelen, want je bent er nog helemaal nooit geweest. Ik zei, nee, en dat gaat ook niet gebeuren. Nee, omdat je niet durft, scheidbak. En dat moet je niet tegen mij zeggen. Dus 3 dagen later ben ik met haar meegegaan naar yoga. En opeens stond ik daar in dat zaaltje met zo'n leenmatje onder mijn arm. Ik zag ook allemaal mensen kijken, ik zei, leenmatje. Ik was veel te bang dat mensen dachten dat dat mijn eigen matje was. Ik zei, nee, leenmatje. En toen ben ik op dat matje gaan zitten met 40 van die andere kneuzen. En er stond zo'n knotje voor de klas. En die riep toen, totale ontspanning. Van anus tot geslacht. En dat vond ik maar een heel klein stukje. Als ik eerlijk ben. Ik denk, als dat totale ontspanning is, dan ben je knap gehandicapt, of niet? Dan kan je zeggen, ik heb jeuk aan mijn reet, toch? Of niet? Totale ontspanning, van anus tot geslacht. Ik kwam s'avonds thuis, ik vertelde het aan mijn vrouw. Die zei, heb jij je geslacht ontspannen? Ik zei, ja, hoezo? Ze zei, nou, daar was ik graag een keer bij geweest dan. Ja. Ik zei, ja, ik had ook voor mijn anus kunnen kiezen, maar dat geeft zo'n teringzorg op. Houd toch op, man. En maar weet je wat erg is? Ik heb dus inderdaad een uur heb ik gewoon idioot en raar zitten doen. En dat is ook allemaal niet zo erg. En toen was het voorbij. Toen dacht ik, nou oké, klaar. Maar ja, ik was met die vriendin van mijn vrouw. En die vriendin van mijn vrouw, dat is er zo een. En volgens mij heeft iedereen er zo een in zijn kennissenkring. Die roept dan, we gaan! Maar dan ga je dus niet. Je kent die wijven wel. We gaan! En dan zien ze nog een bekende. Oh, leuke schoenen. Hanemza. We gaan! Oh, leuke jurk. Weet je, dat gelul, man. Oh.
Nou, en ik stond daar en dan sta ik daar en dan sta ik daar. En dat is een beetje, dat bedoel ik niet arrogant. Maar dan ben ik daar tussen allemaal vreemden. En heel vaak vinden mensen het leuk om met mij te praten. En ik kan u heel makkelijk zeggen, dat is niet altijd wederzijds. En nu ook, ik kreeg een vrouw het snotje. Dat bleek later de eigenaresse van de yogastudio te zijn. En die kwam zo op me af en zei, nou, dat is heel toevallig. Ik zei, nou, je trok een sprintje, kut, hè? Ze zei, nou, ik vind het heel leuk dat u hier een keer bij ons in de yogastudio bent. Ik zei, prima. Vond u het zelf ook leuk? Ik zei, wat? Vond u het zelf ook leuk? U verstaat me niet? Ik zei, ja, dat is het probleem. Vond u het zelf ook leuk? Dan laat ik het anders vragen. Zien wij elkaar gauw terug? Ik zei, heeft u televisie? Dus nou, u was wel, dat moet ze realiseren, in een van de meest moderne yoga-studio's van de stad. Ik snap, fantastisch. Want wij zijn helemaal aangepast aan deze tijd. Ik snap, geweldig. We hebben bijvoorbeeld genderneutrale wc's. Ik snap, fantastisch. Ik zeg, maar dat hebben wij thuis ook, hoor. Ik heb met mijn vrouw afgesproken, als ze niet op de bril spettert, mag ze op de mijne. Dat is echt... Zei ze, oh, dus u doet ook aan zittend plassen. En opeens dacht ik, het is donderdagochtend, het is 23:50, de hele wereld staat in de fik, ik ben 63 en een of andere kut vraagt aan mij of ik aan zittend plassen doe. En daar ga ik principieel niet op antwoorden. En ze zei, doet u ook aan zittend plassen? Ik zei, nee, maar u doet wel aan staand zeiken, merk ik, of niet?